Goedemorgen jongens en meiden, mijn naam is Jim. En zoals jullie kunnen zien, zitten wij in de shovel. Ja. De eerste paar vrachtwagens met zand hebben we al gelost. Ik moet even de uitvoerder aan het helpen met het hekken neerzetten. En nou ben ik mijn bakken weer aan het aanbinden. En dan kunnen we weer een paar schuifjes geven. Moet er een weg heen schuiven vandaag? In ieder geval vandaag en morgen en de rest van de week. Dus ze komen met vrachtauto's met zand. Uit waar vandaan weet ik ook niet. Dat Alkmaar. En dan moeten we dat op een hoogte van 50 centimeter boven het kunet. Moeten we dat erin gaan schuiven. Dus prachtig klusje, zeg ik zelf. Ik ben natuurlijk vanochtend om 7 uur al begonnen. Het is nu ondertussen over 8 uur. En vanochtend. Ik moest even de GoPro nog even instellen en de GPS even instellen. Zoals jullie kunnen zien hebben we hier de GPS hangen. Dus ja, nou zijn we toe aan het filmen. En dan maken we er een mooi dagje van. Even kijken, wat is er ook al aan. Ik heb toen mijn 27 MC hier zo. Die staat ook aan voor de contact met alle mensen hier ook. Vooral met de vrachtwagenchauffeurs. Dus dat is natuurlijk super. Ik heb gisteren, was zondag, daar heb ik zoveel even klaargemaakt. Ik denk, moet natuurlijk wel een beetje voor elkaar wezen allemaal. Dus ja, dat had ik gisteren allemaal even gedaan. Ook niet zo erg. Even schoongemaakt. Even de banden van spanning af. Ja, dat is in principe wel lekker als je gaat schuiven dat je een beetje lagere bandspanning hebt. Anders sta ik als het ware alleen met slippen. En daar hebben we nou eigenlijk nog een last van. Is wat alweer vlak. Ik weet niet precies hoeveel vrachtwagens rijden. Ik dacht met 4 stuks. Dus ja, we hadden net even een kwartiertje. Ja, al even de tijd om even de uitvoer te helpen natuurlijk. Dat moet ook gebeuren. Zoveel bouwwerken neerzetten nog. We gaan er gewoon wat moois maken vandaag doen. Het is ongeveer wat hoog zo. Wij schuiven hem eigenlijk gewoon vooral vooruit en achteruit laten slepen. Dan moet het meestal altijd goed wezen. En de kraan er in de verte is nog het laatste zand wat hier als het ware onderuit kwam even op aan draaien. Ik kan het later ook weer gebruiken namelijk. En daar is de volgende vrouw aan alweer. Ik ben hier zo mooi laten storten. Thank you.
Morgen kon ik al doorkomen. Ja, ik zal even vissen, dus jij ervan wacht, ik van de kant. En dan kun je zo achteruit erachter toe. Oké. Is dat we hier een onwijs zacht plekje hebben als het ware. Dus ja, daar moeten we een beetje om denken. De kant waar die rupsgrens staat is helemaal zacht. Daar heb ik een oude kabelsleutel daar gelopen. Dus dat draait hier op zijn plek, want als ik daar met mijn shovel kom, dan, dan is het eigenlijk gelijk klaar, weet je wel. Dan schiet ik hier erop. Maar ja, ik ben lekker bezig. En, het zonnetje schijnt en het zou best wel kunnen wezen als we morgen hier terugkomen. Dat dan alles knijterhard is. Want ja, het water zakt natuurlijk vanzelf uit het zand vandaan. En het zakt vanzelf naar beneden toe. Dus dan, daar gaan we er een beetje voor dan denk ik. Dus de kraan die draait, moet ik het op zijn plek. En wij schuiven deze kant een beetje omhoog. Hè. Zover als. Met natuurlijk de GPS. Dat komt helemaal goed. We gaan in ieder geval weer een mooie, dit wordt een parkeerterrein. We gaan er weer een mooie parkeerterreintje van maken zo. Zo. Het is vandaag maandag, dus ik ga vanavond weer naar school toe. Wisten jullie, een hele hoop jullie wisten dat niet, maar ik ga weer naar school als uitvoerder. Ga ik voor leren. Ja, uitvoeren dat is eigenlijk op zulke klussen de man bezig die dan een beetje regelt als het ware. Die opleiding is 3 jaar, maar ja, dan heb ik niet zo heel veel tijd om te filmen. Want ik moet door de week nog leren ook. En ja, als ik moet filmen, moet ik editen. Maar nu zijn de eerste paar weken voorbij. Ik heb de eerste toets al gehad. Ik wil dan wel weer iets meer uploaden. Maar in ieder geval dan weten jullie in ieder geval een beetje hoe het zit, ongeveer. Dus dan, dat doe ik nou eens een beetje. Nou, ze komen het zand zoals jullie zaten met vrachtwagens aanvoeren. Die zijn, wel 10 bij 8. Dus dat betekent 10 wielen en 8 aangedreven. Dus ja, als je een zandbaan rijdt zoals dit, ken het wel heel lang aan. Maar ja, op een gegeven moment houdt het een keertje op, dat weten jullie ook. Maar tot nu toe gaat het eigenlijk nog allemaal vrij soepel. We zorgen dat we natuurlijk alles een beetje netjes aanrijden. Ja, dat heb ik wel vaker schuiven, is natuurlijk gewoon vooruit slepen, of vooruit wegschuiven en achteruit wat slepen. En dan komt het allemaal mooi op zijn plek. Ja, we zijn natuurlijk nog steeds onwijs blij met de GPS die erop zit. Want zo hoeven wij natuurlijk niet meer met de laser te werken. Of op het oog, of met piketten. Nou, het staat allemaal op een schermpje. En dan kunnen we het zo vanuit de showfoam aflezen natuurlijk. Ik weet niet of jullie het ook kunnen zien. Ik denk het haast niet. Maar nou, hier zien jullie die oranje pijltjes en dat groene bolletje. Nou, en als ik op het groene bolletje sta, ben ik als het ware op hoogte. Ik hou hem wel iets hoger nou. Want anders, het gaat natuurlijk nog wel een beetje nazakken natuurlijk. Ik heb nou twee van die
En dan zijn er weer 9 zakken, zegt hij. Ja, kijk, als ik dus natuurlijk morgen dit er even al een beetje eraf schuif, dan zit ik in principe wel op hoogte. Dus dat zakt er wel wat na natuurlijk, verwacht ik, denk ik. Dus ja, zo gaan we lekker verder, denk ik dan maar. En de laatste paar weken was het ook niet echt weer om te filmen. En ja, ik had niet zulke onwijs... wel leuke klusjes hoor, maar ja, niet echt de moeite om het te filmen. Ja, nou zijn we lekker aan het zand schuiven. Ja, dat is natuurlijk zeker wel de moeite om te filmen. Voor mij is het leuk altijd. Oh. Kantje met je bijwerken. En dan heb ik daar zo een keer langs met de bak. Dat is ook weer een beetje netjes. Oh. En dan horen we straks wel weer als een vrachtwagen is. Dan zien we wel weer als een vrachtwagen is. Het is alweer de volgende dag als het ware. Gisteren, ja, ik heb dat even afgemaakt vanochtend daarvoorin. Dat is waar we gisteren aan het schuiven waren geweest. Dus eigenlijk de vorige clip eigenlijk. De vorige video, filmpje, stukje van de video. Dat was vanochtend allemaal voor elkaar. En nu heb ik achter mij er allemaal ingeschoven. En nu kan als het ware een rondje rijden hier zo. Dus ik moet hier nog wat voor elkaar maken zo, even rustig aan zo. En dan kunnen we hier eventjes wat rijplaten neerleggen. Kijk, hier daar zijn we natuurlijk begonnen. Dat is de kraan van aan het vlakken, want ik kan daar niet rijden. Net als dat ik hier eigenlijk niet kan rijden. Maar dat valt hier allemaal gelukkig nog mee. Dus wij moeten nu hier zo rechtdoor en morgen krijgen we nog meer zand natuurlijk, de vrachtauto's. En ze komen daar nog weer zand brengen, het is ondertussen ook alweer 3 uur. Ik denk ik film niet de hele dag vandaag, want ja, anders wordt de video zo verschrikkelijk lang. Maar ja, ik wil eigenlijk van het klusje wel een paar video's maken. Dus dat lijkt me hier wel leuk. Dus ja, dan gaan we dit even vlakken. Dan zal ik zo nog even een zootje rijplaatjes halen. Zo. Die liggen hier voorin. Ik kan hier even neerleggen. Ik heb er ook een hele rit neergelegd hier natuurlijk. Voor het, voor de vrachtwagen natuurlijk. Dan zit natuurlijk ook een beetje... een centimeter of 2 meer, want ja, voor het inklinken. Zo. Dus dan, zijn we wel lekker bezig vandaag.
jongens aan mij redden. Er komt de laatste vracht. En ja, erachterin zijn we bezig. Als er hem daar even tegenaan, dan kunnen de kranen morgen weer even indraaien. Dan kunnen wij, hem opklappen. Ik heb de GPS al afgehaald, zoals jullie kunnen zien. Ik ga mijn bak zo even over die, over die aggregaat heen zetten. Zodat ze die niet mee kunnen nemen vannacht. En dan is de video weer voorbij. Het is ondertussen ook alweer, wat leven we? 4:30. Dus het wordt er weer wat. Dus zou ik zeggen, jongens en meiden, bedankt voor de video. Of in ieder geval, bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie genoten hebben van de video. Abonneer natuurlijk. En ik zou zeggen, tot de volgende.